Beste kijkers, maandag 14 maart, hoog tijd om een tip bij u neer te leggen in opdracht van BNP en in samenwerking met de aandeelhouder. En ik heb gekozen vandaag voor de dagkaart van Aegon. We zien op de dagkaart van Aegon uiteraard nog wel een downtrend situatie, maar het wordt ook langzamerhand hoog tijd voor een pullbackbeweging om de recente trendbreuk te valideren. Vorige week al een dappere poging vanaf 3,59 ingezet om te rebounden. Dat noemen we als zodanig de beweging die we nu zien, namelijk een opleving in de downtrend. En met de candle en de bar chart van vandaag meegenomen, ziet het eruit dat de bulls verder kunnen opstomen richting de Fibo-grid die rond 4,29 tot 4,50 en misschien zelfs 4,72 in het veld ligt. We zetten de routepaaltjes neer op de Fibo-grenzen, 4,29 en de 50% ook niet onbelangrijk op 4,51 als haalbaar koersdoel. Tegelijkertijd noteren we natuurlijk een stop, zie de stippenlijn en dan hebben we het over niveaus rond 3,85. En dat betekent, als we het allemaal gaan doorrekenen, dat er een risk-reward ratio valide is van onder bij de 2. En dat vertalen we dan weer naar een interessante turbo-long positie. De turbo-long 2,27,9 met hefboom 2,09. En u ziet in het tekstblokje ook de BNP Paribas ISIN-code staan. Dus u weet precies welke turbo we in deze situatie, in deze propositie aanbevelen. Nogmaals, we praten over een opleving in de downtrend. Dus altijd nog eventjes oppassen voor de beer die zich natuurlijk niet zomaar laat verslaan. Dus even oppassen als er weer topvorming gaat plaatsvinden, dan moeten we snel de positie weer wegdoen. Nog eventjes een blik op ons eigen model. En dan zien we heel duidelijk dat daar ook sprake is van die reboundpositie. Een opleving in de downtrend. Vandaag een poging om weer een tweede witte candle te plaatsen. De swingteller naar een tandje hoger plus 2. RSI kruipt wat omhoog naar de 50-lijn. En de DBS-indicator die geeft met zijn gele staaf en coachingstip aan dat er inderdaad reboundposities gerechtvaardigd zijn. We gaan eens kijken tot hoever de bulls kunnen opstomen.